Hallo, welkom bij de bespreking van opdracht Plank met CK. Nou, ook hier eerst een stukje tekst. Soms belangrijk, soms iets minder belangrijk. Hier toch wel een belangrijke zaak in, vooral als je naar vraag 1 kijkt. Want gevraagd wordt om een reden voor te geven dat de getoonde kaart niet kan worden gemaakt vanaf het aardoppervlak. En er staat zelfs bij vanwege de aardatmosfeer, dus die moet er wel bij. En wat is er nou? Nou kijk, in dit stukje staat dat de kosmische achtergrondstraling wordt nu waargenomen als microgolfstraling. En microgolfstraling, dat moet je weten, die gaat niet door de aardatmosfeer heen. Je hebt dus die elektromagnetische straling. Even kijken, ja, hier, je hebt, oh, ik moet wel natuurlijk even mijn pen aanzetten. Zo, ja, gaan we weer. Ja, je hebt de elektromagnetische straling. En ja, dat is een familie van, ik weet niet hoeveel. Je hebt radiostraling, licht, infrarood, ultraviolet, etcetera, etcetera. Maar er zijn maar twee soorten elektromagnetische straling die door de aardatmosfeer heen gaan. En dat is natuurlijk het zichtbaar licht. Zichtbaar licht en je hebt de radiogolven. Dat zijn de twee stralingen die door de atmosfeer heen kunnen. Zichtbaar licht, dan heb je dus gewoon een normale telescopen die je kunt richten op bijvoorbeeld de maan. En radiogolven, dat zijn dus de radiotelescopen. Die staan bijvoorbeeld bij Dwingelo in het veld. Maar dat betekent dus dat de microgolfstraling, ja, die worden tegengehouden. Die worden tegengehouden door de atmosfeer. Zo. En dat is één punt waard. Ja, deze ene zin, één punt waard. Let op, je hebt altijd, als je één punt vragen hebt, ja, is het antwoord eigenlijk nooit meer dan één regel. Dus daar moet je altijd een beetje rekening mee houden. Vraag 1, even kijken hoe je dat ene punt kon verdienen. Het zijn een paar verschillende mogelijkheden, maar het zijn voorbeelden van antwoorden, er zijn misschien nog wel meer voorbeelden, maar het gaat in ieder geval wel even om, let op, in iedere aardatmosfeer en atmosfeer. Ja, moet natuurlijk wel iedere keer die aardatmosfeer in voorkomen. Ja, dat was wel onderdeel van de vraag. We gaan naar, jawel, vraag 2. Er staat een heel groot stuk bij. Wat weer een model van gemaakt van de Lagrange-punt L2 en een afbeelding erbij. En vooral belangrijk is dat hier staat: Thijs beperkt zich in zijn onderzoek tot het gebied op de x-as waarvoor geldt dat de afstand. En de afstand kan natuurlijk positief of negatief zijn, maar hier staan absoluut strepen door. Dus vandaar dat je altijd met een positieve x hier werkt. Waarvoor geldt dat de afstand tot het middelpunt van de aarde kleiner is dan 2 keer 10 tot de macht 9. Dus niet verder naar de zon toe, die kant op. En ook niet verder van de zon af naar die kant toe. Ja. En hij moet ook groter of gelijk zijn aan de straal. Dus het stukje op aarde zelf of in de aarde zelf werkt ook niet mee. Ja, dus en hoewel het Lagrange-punt staat rechts van de aarde, maar ik kijk naar beide kanten van de aarde. En Thijs berekent met zijn model hoe de gravitatieversnelling ten gevolge van de zon, ja, en van de aarde afhangen van x. En zie figuur 4. Dus we gaan even naar figuur 4 toe. Een diagram. Versnelling als functie van afstand x. En je hebt twee versnellingen, die van de aarde en die van de zon. En die staan hier, althans voor de negatieve waarde van x, staan ze gemeld. En gevraagd wordt bij vraag 2, twee puntvraag
voor ieder 1 punt dus. Bij welke waarde van x wordt de waarde van a maximaal in het model? Nou, dan zie je dus duidelijk in het model zelf. Nou, even kijken, hier. Nou, kijk, hier gaat hij naar het maximum toe. En let op, maximum. Ja, waar is hij dat? Hij gaat steeds hoger, hoger. Maar hij gaat natuurlijk tot aan een bepaalde waarde. En dat is dan hier ergens. En daar ergens. Ja. En tot welke waarde gaat hij nou? Dat gaat dus. Zo. Ja. Tot x is de straal van de aarde. Ja, want het stukje in de aarde zelf deed niet mee. Ja. Dus wanneer is hij maximaal? Ja. Daar dus. Maximaal. Zo. Nou. En hoe groot is deze maximale waarde dan? Nou, op RA, dus op de aarde, en op de aarde, dan weet je van, dan is A gelijk aan G, is dus 9,81 meter per seconde in het kwadraat. En dat zijn de twee antwoorden. En eventjes nog stiekem kijken naar het correctievoorschrift. Dus deze. En je ziet x gelijk aan r aarde en ag gelijk aan 9,8. Je hoeft hier niet rekening te houden met significantie. Dat scheelt natuurlijk wel weer. Vraag 3 sla ik over. Ik ga meteen naar vraag 4. En dat is een afleidvraag. En je moet afleiden dat de omlooptijd gelijk is aan 2 pi keer de wortel van r gedeeld door a. En omlooptijd, baanstraal en a is de versnelling. En dit is dus echt een afleidvraag. En bij een afleidvraag moet je dus even kijken van, welke formules zou je nodig kunnen hebben? Nou, en vooral als het met een cirkelbeweging is, een cirkelbeweging, dan is het heel duidelijk dat je altijd nodig hebt de middelpuntzoekende kracht. Oftewel, deze formule zul je zeker nodig hebben. Zo. En als je met middelpuntzoekende kracht werkt, moet je ook altijd nadenken van maar welke kracht zorgt voor de middelpuntzoekende kracht? Nou, en dat is bij een hemellichaam altijd gelijk aan de gravitatiekracht. Dus ook hier, deze heb je ook zeker nodig. Massa 1, massa ander, gedeeld door r kwadraat. Zo. En die twee, die zijn elkaar gelijk. Dus daar ga je hiermee bezig. Je zegt van, dus f, middelpuntzoekende kracht, is gelijk aan fg. Dus mv kwadraat gedeeld door r is gm, hoofdletter m, gedeeld door r kwadraat. Je ziet, je kunt in ieder geval 1 r hier wegstrepen, dus ik streep hier deze r weg. En dat betekent dus dat hier de kwadraat wegvalt. En ik kan links en rechts de massa wegstrepen. Dan hou ik dus over dat v kwadraat is, zal er een bijzetten, v kwadraat is gelijk aan
g keer m gedeeld door r. Nou, v kwadraat, ja, die komt dus hier in deze formule. Die moet afleiden niet voor, maar je kunt dan meteen zeggen van oké, die v moet ik kwijt hebben. Welke formule heb ik daar nog meer nodig? Nou, dat is, zeg ik bij de formule neer, v is 2 pi r gedeeld door t. Oké, dan heb ik meteen ook mijn t erbij. Dus dat vul ik dus hier in, oftewel ik krijg dan, hè, let op, wel kwadraat, dus 4 pi r kwadraat, zo, gedeeld door t kwadraat. De kwadraten zijn lastig, hè, is gelijk aan, nou dan heb ik weer de g, de m en de r. En dan kan ik hier meteen zeggen van, goh, dus t kwadraat. Ja, als ik dit eventjes herschrijf, dan kom ik op dat t kwadraat is gelijk aan 4 pi r. Zo, ja, tot de macht 3. Even kijken hoor. En dan gedeeld door g. En gedeeld door m. Laten we eerst eventjes hem nog mooi schrijven, dat hij nog een beetje meer erop lijkt. Hè? Want dan krijg je dus van hè, t is dan, oh wacht even hoor, ik had hier natuurlijk, hè, hier heb ik 2 pi, dus ik moet hier natuurlijk ook wel 4 pi kwadraat hebben. Zo. Zo. Ja, hier heb ik een kwadraatje bij. He, en dan is dus t, he, de wortel hiervan, nou, de wortel van 4 is 2, de wortel van pi kwadraat is pi, en de rest zet ik in mijn wortelteken, zo, en dat wordt dus r tot de macht 3 gedeeld door g gedeeld door m. Zo, wat dan nog dus nog mist is, ja, ik moet hier wel de a erin hebben en de g en de m moet ik weg hebben. Dus wat ga ik dan doen? Nou, kijk dan zeggen van oké, wat geldt er voor a? A is f gedeeld door m. Ja, en als ik nou voor die f, ja, de kracht, ja, dat is deze hier. Hoppakee. Zo. Ja. Dus dat vul ik daarin. En zie je dus van god dan A. En de M kan ik wegstrepen. En dan krijg ik dus dat A gelijk is aan G keer M gedeeld door R in kwadraat. En als ik dit hiermee vergelijk, dan zie ik dus dat je inderdaad, hè, dit kunt herschrijven als het gewenste resultaat, namelijk 2 pi keer de wortel van, en ik hou 1 erover, en de a. En dat is het. Ja, belangrijk hier is, hè, het is altijd een beetje lastig, maar hè, welke formules moet je gebruiken? Dus zorg ervoor dat je formules opschrijft die je denkt te moeten gebruiken en herschrijf deze. Ja, en ja, dit is toch ook wel iets wat heel vaak voorkomt. De punten die je hiervoor kunt krijgen, nou, laten we daar even naar kijken. Dat is deze. Ja, allereerst dus inzicht dat de gravitatiekracht gelijk is aan de middelpersoonkracht. Ja, gebruik van middelpersoonkracht. En zij gebruiken dus alleen F is m keer a. Je had inderdaad ook
dat in één keer kunnen doen. Gebruik van v is 2pi r gedeeld t en computeer van afleiding. Ja? Hierbij is het dus ook zo van, ja, als je zo'n afleidingsvraag moeilijk vindt, vooral met een cirkelbeweging, ja, deze is zeker tot mogelijkheden. Deze hier ook. Je moet eerlijk zijn, die f is m keer a, wat hier inderdaad evenals extra gebruikt. Maar minimaal de helft van het aantal punten had je hier wel kunnen halen. We gaan verder. Vraag 7. Je ziet al een plank krommen en gevraagd wordt de temperatuur te bepalen. Hè, plank krommen van de kosmische achtergrondstraling. Nou, een temperatuur is natuurlijk met de plank krommen altijd de wet van Wien. Even mijn pen erbij pakken. Zo, ja. De wet van Wien. Ja, en dat is T is de constante van Wien gedeeld door de maximale golflengte. En let op, hè, de maximale golflengte is natuurlijk niet de golflengte met de grootste waarde hier. Dus dat is hier niet de maximale golflengte. Nee, maximale golflengte die is bij de wet van Wien de golflengte waarbij de intensiteit het grootst is. En dat betekent dus dat je hier, daar ergens, ja, daar is mijn maximale golflengte. Ja, nou, KW, de constante van Wien, laat me meteen maar invullen. Ja, die haal je natuurlijk uit tabel 7 van Binas. En dat is gelijk aan 2,89. Dus je kunt afronden 2,90. 2,90 keer 10 tot de macht min. Even een fatsoenlijke 3 doen. Zo, gedeeld 3. En dan lab de max in meters. Iets meer dan 1. Dus ik pak hem maar op 1,1. Ja, 1,1. En hier staat millimeter. Ja, betekent dus keer 10 tot de macht min 3. Kijk, wat mooi. Valt mooi weg. Betekent dus dat de temperatuur gelijk is aan 2,9 gedeeld door 1,1. 2,9 gedeeld door 1,1. En dan kom ik op 2,6 Kelvin. Zo. En dat is hem. Nou, even kijken hoe de punten verdeeld waren bij deze opgave. En dat is hier het aflezen van de Lambda Max. Natuurlijk wel op de juiste plek. Gebruik van de wet van Wien. En de computeren van de bepaling. Opvallend is hier dat er geen marge bij is. Dus als je maar inderdaad ergens in de buurt van het maximum van intensiteit had afgelezen, dan was dit wel weer goed geweest. En hiermee besluiten wij Planck. Bedankt voor het aanhoren hiervan. En tot de volgende opdracht, zou ik zo zeggen.